Yo, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Vandaag ga ik je helpen met plannen. Ik zit zelf in de eerste van de middelbare school en na de zomervakantie ga ik naar de tweede. Dus ben je benieuwd naar mijn tips voor het plannen? Blijf dan verder kijken. Om te beginnen ga ik even laten zien wat ik altijd op mijn bureau heb liggen, wat heel fijn is. En daarna ga ik gewoon aan de slag en dan spreek ik gewoon in wat allemaal belangrijk is. Als eerst heb ik altijd dit op mijn bureau liggen en dit is een notebook van de HEMA van vorig jaar. Het is een superleuk notebookje en ik heb er zelf to-do op geschreven. Dit ligt altijd op mijn bureau en ik schrijf hier van alles in. Planningen, notities, YouTube ideeën en nog veel meer. Hier heb ik een planning van een hele week. En dit is echt heel erg fijn, vind ik zelf. Ik markeer het roze als ik het af heb. En dit was in de toetsweek. En ja, ik vind het gewoon fijn om dit op je bureau te hebben. En elke keer als je denkt, ik wil dit even opschrijven. Dan kan je het gewoon hier opschrijven en het ziet er ook leuk uit. Dus dit is tip 1. Gebruik zo'n lekker boekie. Door naar de sketches. Nou, laten we maar beginnen met misschien wel de meest clichéste tip. Gebruik markers. Zo houd je je werk heel overzichtelijk en kan je dingen makkelijker vinden. Oké, nog één clichétje dan. Ruim je bureau op. But you gotta be there for me too. Je krijgt in een schooljaar superveel losse blaadjes over belangrijke dingen. Zo'n doorzichtig mapje in je tas waar je al die rottige papiertjes in doet, vind ik super fijn werken. Ook geef ik als tip om als je bijvoorbeeld Europa moet kennen, dat je de kaart dan in delen indeelt. Zo heb ik nooit stress en onthoud ik het veel beter. Ook kan je de toponamen wegplakken met washi tape. Ook vind ik het fijn om flashcards te gebruiken. Zo onthoud je de woordjes veel beter en krijg je ook veel meer zin in. Als je te lui bent om steeds kaartjes te knippen, kan je ook gewoon memo stickers kopen. En dan zijn ze al voor je geknipt en kan je ze ook nog opplakken. Ook vind ik het fijn om alvast water te pakken. Het is net allemaal, mijn water is gevallen. Hele creatieve mensen maken hun eigen planningen, maar op Pinterest kan je ook gewoon hartstikke leuke planningen halen. Als brugger hoef je echt geen woordenboeken te halen, want je gebruikt ze nooit. Agenda's. Ik ben echt zo'n agenda freak, maar dat hoef jij natuurlijk niet te zijn. Toch raad ik je aan om een agenda wel echt te gebruiken, want niet alles komt op magister te staan. Groen is bij mij dat ik mijn huiswerk af heb, roze zijn de toetsen en geel zijn de leuke overige dingen. Dan is dit mijn deskplanner en eigenlijk vind ik deskplanners helemaal niet fijn werken, ook omdat je zo weinig ruimte hebt. Ook raad ik je aan om echt veel pennen te kopen en ook paperclips. Kijk ook goed naar de plaatjes die in je boeken staan. Zo kan je de tekst veel beter begrijpen en het kan ook in de toets voorkomen. Bijvoorbeeld ook bij biologie. Je ziet heel veel teksten staan terwijl je het ook gewoon in één plaatje kan begrijpen. Ik ben zo iemand die alles bewaart, van verslagen tot opdrachten, werkstukken, alles. Daarvoor gebruik ik dit HEMA displayboek en ik vind dit super fijn. Ik heb dit wel allemaal super leuk opgenomen, maar morgen moet ik mijn boeken inleveren. Daarom had ik best wel veel stress om dit allemaal op te nemen, want ik kon niet een dag later of zo. Maar ik moet dus even al mijn kaften eraf halen en dat ga ik nu doen.